Na een periode van 10 jaar neemt Thomas Baum afscheid van het Vredesinstituut. Zijn mandaat loopt ten einde. En vandaag installeren we de nieuwe directeur, Tine de Strooper. Ze heeft in de eerste plaats een indrukwekkende carrière op dit moment al. Als wetenschappelijk onderzoeker, als projectleider. En op dit moment is ze ook directeur voor een mensenrechtenorganisatie in New York. Ze is Vlaming. En ze heeft een schitterend cv en daarboven heeft ze een onberispelijk parcours gelopen binnen de aanwervingsprocedure. En dus we stellen heel veel verwachtingen in haar. Dus het Vredesinstituut momenteel heeft 2 pijlers waar het rond werkt, waarbij er heel veel werk gedaan is rond het thema wapenexport. Binnen de andere pijler omgaan met geweld en conflict in de samenleving hebben wij heel goed werk gedaan, maar minder werk voorlopig dan in die tweede pijler. En ik denk dat het belangrijk is om de 2 pijlers gelijkwaardig te maken en om ook ervoor te zorgen dat er binnen dat thema van omgaan met geweld en conflict in de samenleving, dat daar meer werk nog gebeurt dan tot nu toe het geval was. Vandaag staan er nog wel een aantal zaken op het programma, waaronder nog wat contacten met de media en verder ook uiteraard een overleg met de medewerkers, waar wij tot nu toe nog geen tijd voor gehad hebben. En ik denk dat dat ook heel belangrijk is om zo snel mogelijk een goede relatie op te kunnen bouwen met de medewerkers.